Dag lieve kijkers, ik ga vandaag weer maken sambal kooi en koolrabi met grote garnalen. Hiervoor heb ik nodig de koolrabi, Spaanse pepers, garnalen, peper, knoflook, salamblad, dat is de Indonesische laurier, terasi, Laos en een snufje zout. En ik ga beginnen met het schillen van de koolrabi. Ik gebruik hem niet helemaal deze keer, dus ik gebruik alleen een halve. Hij is vrij hard. Dus we hebben net een goed mes nodig. De zijkanten eraf. Dat is echt heel hard. En ik heb een goed aardappelschilmesje. Deze heb ik gekart op de rand en dan kan je er goed doorheen gaan. Het is echt een super lekker gerecht. Koolrabi is vrij zoet van smaak. Dus ik voeg dit keer geen suiker toe. Dat doen we meestal wel in de Javaanse keuken. Ik heb een vrij dunne plakken gesneden. En die snij ik in julienne, in dunne reepjes. Zo, dat was de koolrabi. En dan pak ik een ui. Het is een grote ui, maar gebruik ik voor deze hoeveelheid gebruik ik een kwart ui hoor. En ik neem een teentje knoflook en een Spaanse peper. Knoflook mag je in de knoflookpers doen, maar ik snij hem in kleine blokjes. De Spaanse peper snij ik in mooie schijfjes. Nou, heb ik alles wat ik nodig heb. Dus dan pak ik mijn mooie rode kerstpan. Ik voeg een beetje olie toe. Ongeveer 2 à 3 eetlepels olie. Ik gebruik zonnebloemolie. En dan voeg ik aan toe met zalmblaadjes. En met bladeren. En een klein stukje terasi. En ongeveer een halve theelepel. Ik los de terasi op in de olie. Ik maak hem een beetje plat, zodat ik het makkelijker oplost. Voeg een beetje zout toe aan de olie. Ongeveer een halve theelepel. Dat is meer dan genoeg. Mijn olie is al wat gekruid, dus dan voeg ik mijn uien toe en mijn knoflook. Ik ga het heel even aanzetten, ik kruid het heel eventjes, dat het een beetje glazig wordt. Dan voel ik de knoflook toe. En laat ik even de smaak opgeven aan de olie. En het pepertje. Ik heb de pitjes erin gelaten. Maar als ik de pit erin haal, haalt, gewoon de zaadjes eruit. Wat u wil, wat u prettig vindt. De garnalen toe. En die laat ik even dicht schroeien.
er wel een stukje goud bij. En dan voeg ik mijn koolrabi toe. Als je wilt, kan je ook wat worteltjes aan jullie in doorsneden. En rode en groene paprika. Dat staat echt ontzettend leuk. Maar dat zou ik dat wel op het laatste moment doen. En het is zeker leuk voor de kerst. Dan heb je het rood en het groen. Ik voeg nu de kokosmelk toe. Ongeveer een half kopje. En een half kopje water. Nou, in principe, dit is het wel. Laat me het weer een beetje gaan. Dus het duurt even seconde kanalen. En de koolraad is heel smakbaar. Nou, mijn lieve mensen, dit is een sambalkorn koolrabi. En dan lachen die ervan.